is Luca. Hij is binnenkort jarig en denkt maar aan één ding. Ik hou zoveel van Dino. En dit is de moeder van Luca. En zij moet... nog iets bedenken voor zijn verjaardag. Precies. Maar wat zou ze Luca voor cadeau geven? Misschien staat er in de krant wel een leuk idee. Wauw, een dino-expo in het Museum Naturalis. Dat zou Luca heel leuk vinden. Ik heb iets. Oh ja, wat krijg ik dan voor mijn verjaardag? Wij gaan naar Naturalis. Wat? Serieus? Hallo, ik wil graag een kaartje voor Naturalis. Ja! Ja! Yeah! Naturalis! Ja! Dankjewel voor het kaartje, doei! Mam, ik heb er super veel zin in, ja! Nou, dat zie ik dat je er zin in hebt. Wanneer gaan we eigenlijk? Goede vraag. Oh, echt spannend. Oh nee! Oh nee? Wat is er dan? Ons uitstapje is tijdens school. Oh nee, dan kan het niet doorgaan. Oh. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Ik kan het niet meer tegen. Oh, gaat het? Mama, dag na. Wat nu als er geen school was? Lieve zoon van me, ga eens heel even zitten. Wat is er, mama? Nou, ik heb een idee. Wat dan? Gewoon even de meester bellen. Hallo, met de moeder van Luca. Hallo, met de meester van Luca. Please, ik hoop dat het lukt. Luca mag niet zomaar een dagje vrij. Dat mag niet. Mag het niet, mama? Nee, sorry, het mag niet. Ik kan er niet tegen als je zo verdrietig bent. Mijn lieve Sabus. Ik heb een idee. Kunnen we wel naar Naturalis? Ja, door te spijbelen. Spijbelen. Zegt de moeder dat nu echt? Ja, door te spijbelen. Spijbelen. Ja, ze zegt het echt. Hè? Spijbelen? Maar dat mag toch helemaal niet? Jawel, ik heb een plan. Een plan? Nou, dat willen we wel horen. Oké, je gaat gewoon naar school. Zodat iedereen je ziet. Hallo, ik ben er. Dan moet je in de klas zeggen dat je buikpijn hebt. En zeggen dat je naar de wc moet. Ik moet poepen. Ik moet zo erg. Daarna moet je naar de wc kruipen. Daarna ga je stiekem naar het schoolplein. Pas op voor het kantoor van de directeur. En blijf laag. En daarna moet je je buiten verstoppen. En ik neem je dan stiekem mee naar Naturalis. Een goed plan. Maar de moeder had geen rekening gehouden met... Harry, de spijbelinspecteur. Gaat daar iemand spijbelen? Harry haat spijbelende kinderen. En zijn lijfspreuk is dan ook... Kinderen moeten op school zitten. Op naar Naturalis! Dat is een kinderrecht. Harry laat ze daarom niet ontsnappen. Ik ga ze volgen. Luca en zijn moeder weten nog van niks. En denken nog gewoon gezellig naar de dino-expo te kunnen. Wow, dat is echt de mooiste dinosaurus die ik ooit heb gezien. En de vetste. Wow. Ik zou ze krijgen. Wow, echt vet is dit, hè? Mm-hmm. Wow, echt nog vetter, ja? Harry zit vlak achter een aan. Wegwezen. Mijn moeder herkent Harry de spijbelinspecteur. Zie Wacht, dat wil ik laten zien. Maar was dat een toversteen die je overal naartoe kan brengen? Zoiets bestaat toch niet echt? Haha, dat kan toch helemaal niet? Daar zijn ze. Kom. Tisser, wat is er? Hij mag ons niet vinden. Wie dan? Wie dan? Waar zijn ze? Oh, gekke steen. Zouden die stenen echt werken?
Luca dacht na over waar hij naartoe wilde. Ik wou dat ik weer op school was. En het lukte! Hij was weer terug op school. Harry begint nu echt aan zichzelf te twijfelen. Zou Luca toch gewoon op school zitten? Nou, ik wou als Luca op school zit. Luca, jij zit gewoon in de klas hoor. Hoezo? Nu wordt het allemaal te veel voor Harry. Bent u er nog? En Luca zat gewoon weer veilig in de klas. Maar gaat niet meer spijbelen. Bloemer! Ah! Hoi meester. Hallo, met mij met de meester. Wat is er? Hallo, met mij met de meester. Niet naar de camera kijken. Naturalis 3, 2, 1. Wij gaan naar Naturalis. En nu keek jij recht in de camera. Bloepertje. Eerst lezen en nu grote ogen. Oh nee. En nu lach je. En nu kijk je in de camera. 3, 2, 1. Hoi meester. Meester, is Luca op school? Luca, ja, die zit gewoon tegenover mij. Hoezo? Gewoon. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. Nou, vergeet natuurlijk niet deze film nog even een dikke like te geven. En verder, abonneer je even op ons kanaal, want dan mis je geen enkele kinderrechtenfilm. Hey.